De energiewereld verandert snel. Met alleen het leveren van gas en elektra gaan wij het niet redden. De noodzaak om te veranderen is nog nooit zo groot geweest. De nieuwe energiewereld vraagt om een ander businessmodel, waarbij wij kiezen voor Energy as a Service. Eneco als dienstverlener op het gebied van energie. Samen met de klant willen wij onze missie realiseren en hierin nemen we onze verantwoordelijkheid. Co-creatie vormt een belangrijke vorm voor vernieuwing. De rol van customer service is essentieel, want de klant is een individu met eigen eisen en wensen waaraan wij graag willen voldoen en die we willen overtreffen. Daarom zoeken we continu de verbinding met onze klanten. We leveren niet per se energie of ontwikkelen alle diensten zelf. Nee, wij zijn de energiepartner. Natuurlijk, dit brengt vele veranderingen en onzekerheden met zich mee. Maar de urgentie om te veranderen is hoog. Om hier te komen, moeten we nu starten met versneld veranderen. Met medewerkers die erin mee kunnen. Eneco ziet er straks heel anders uit. Geen afgebakende front office, back office of credit management. Maar breed inzetbare medewerkers die de klant gelukkig maken. De medewerkers zijn nieuwsgierig, willen weten wat ze doen, willen vooruit en gaan uitdagingen graag aan. Hierbij is lef en vernieuwing nodig. Talent en werkplezier staan centraal en iedereen werkt aan persoonlijke groei. Direct leidinggevenden zijn er niet meer. We worden gefaciliteerd in plaats van aangestuurd. Er zijn regisseurs op belangrijke knooppunten. Niet alles zal werken, dus we deinzen niet terug voor kritiek en onduidelijkheden. We luisteren en gaan verder. Mogelijk moet er een zijstap genomen worden. En we moeten wendbaar zijn om zo succesvolle resultaten te bereiken. Wij geloven in de duurzame strategie en kunnen dit uitdragen. Naar de klant en onze persoonlijke omgeving. Wij zijn trots om bij Eneco te werken. Dit is de wind die door de organisatie waait. Om hier te komen starten we nu met het leggen van de focus op lef tonen, vernieuwend zijn en wendbaar zijn. Energy as a service.